Waarderend leiderschap, de kracht van verbinding was het thema van de lezing die vanmorgen is gehouden door de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFUS. Als vakbondsman moet je kunnen leiden. Het moet eerst zitten, zegt CIFUS-directeur Victor Jones. Hij gaf aan hoe belangrijk waarderend leiderschap is voor het vakbondswerk. Het was een interactieve lezing waarbij de cursisten veel oefeningen in groepsverband moesten doen. Jones vertelt wat de participanten het beste kunnen meenemen uit deze lezing. Dus sowieso de principes om te geraken naar de andere manier van denken, de andere manier van aanpak. Als dat wegblijft, als dat uitblijft, zal betekenen dat je verder zakt. En dan zal je de komende 20 jaren, zal je leven net zo uitzien als, als de afgelopen 20 jaren. En die transformatie moet plaatsvinden. Voor directeur Jones zelf heeft de lezing een belangrijke boodschap. Hij zegt dat men niet alleen aan het negatieve moet blijven denken, want dan gaan zaken vaak verkeerd, geeft hij aan. Men moet juist afstappen van het negatieve. En daar gaat deze lezing voornamelijk over. Het leert de cursisten om de positieve gedachten vast te houden. Het gaat juist om de principes of de uitgangspunten van waarderend leiderschap. Het meest belangrijke dat mij vasthoudt met betrekking tot waarderend leiderschap, is het feit dat je niet blijft in die negatieve spiraal, hè? Maar dat je je focust op datgene dat je wil en daarin je energie stopt, omdat het gewoon verhelderend is. Het is levendig, het geeft je creativiteit en het boost je gewoon op. Terwijl als je bezighoudt met zoals wij dat in ons dagelijks leven kennen, je focussen op de problemen, de problemen, de problemen, dan merk je wat er, dan zak je ook weg in de problemen. En uiteindelijk word jij ook een deel van het probleem. Maar maak je die transformatie van het probleemdenken naar het oplossingsgericht denken waar waarderend leiderschap voor staat, dan zit je op het pad van de oplossingen, dan zit je op het pad van de mogelijkheden, dan zit je op het pad van de uitdagingen. En dat is wat we anno 2017 nodig hebben om uit al datgene waarmee we geconfronteerd mee raken, om uit te geraken. Victor Jones, directeur van de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname. De stichting heeft vanmorgen haar tweede lezing voor dit jaar gehouden met als thema Waarderend leiderschap, de kracht van verbinding.